ben in Hellevoetsluis, een plaats onder de rook van Rotterdam. Ik ga een bezoek brengen aan restaurant Limani. Een heel groot, mooi Grieks restaurant hier aan het water bij de bootjes. En het schijnt in de beste Grieks restaurant van Nederland zijn. Nou, dan word ik nieuwsgierig. Oh, goedemiddag. Goedemiddag. Dan stap je naar binnen bij het Grieks restaurant en dan word je eigenlijk ontvangen door de eigenaar, Rob Geus. Hey, Nicolaas. Hey, wat een mooie tent, man. Ja. Ik heb gehoord dat je een van de beste Griekse restauranten van Nederland bent. Leg eens uit. We zijn genomineerd door de Griekenland Magazine. Er waren 5 Griekse restaurants en nu zijn maar 2 over. Ik en nog een andere Griek. Oké, een grote tent zeg je? Ja, ik heb 150 zitplaatsen. Ja. Al die tafels die kunnen we allemaal omdraaien. Dan maken we een grote groepen. En dan kunnen ook afgescheiden worden als een bruiloft of een feestje, wat dan ook is. Ja, heb je goed nagedacht over de inrichting van zijn restaurant? Want je hebt zelfs loungebanken. En daarnaast hebben we weer dat moderne stukje. Ja, toen nam hij op een gegeven moment mee naar een hoek. Ja, dat zat er keurig uit. Echt zo'n wijnhoekje waar alle wijnen getoond werden. Ja, leuk gemaakt zeg. Hey, beetje huiselijke warme sfeer. Ja, een beetje warme sfeer. Nou, dat is de leukste tafel voor mensen die bij de wijn willen natuurlijk. Dan kunnen ze gelijk een flesje pakken. Ja, en je krijgt ook advies aan tafel. Hè? Dus als je iets bestelt, ook neem maar een gerecht van 13, 14 euro. Je krijgt daar toch een gepast wijnadvies bij. Ja, dat vind ik netjes. Dat krijg je niet overal. Hey, ik zie dat je een half open keuken hebt. Na het wijnhoekje kon ik eigenlijk al schuin de keuken inkijken. We hebben niks te verbergen. Nee. Want alles is zoals het hoort. Leuk. Ja, dat vind ik gewoon top. Verse kruiden, altijd volop. En probeer dan zien die gasten ook dat het goed gewerkt wordt. Leuk hoor. Ja, het is een hele grote bar eigenlijk in het midden van het restaurant. Die had hij echt zo gesitueerd dat eigenlijk het een paraatplaatje van zijn bedrijf was. Ook over nagedacht, alles op de hoogte. Dan hoef je niet steeds te bukken. Het zijn allemaal niet hele kleine dingen, maar ongelooflijk belangrijk. En, ja, en als je dan hoort hoe deze ondernemer daar met passie over praat, dan krijg je trek in het Griekse appie. Ik ga de witte jas aan doen. Ik geef je een rondleiding. Even. Graag, ja. Ja, dan gaat die witte jas aan en dan ga je eigenlijk door de klapdeur naar binnen. Dank je. Ga je gang, alsjeblieft. Dan zie je eigenlijk een ongelooflijk grote keuken. Zo, een lekker ruime grote keuken. 150 zitplaatsen, daar hebben we wel een goede keuken voor nodig. Ja, nou, als je binnenkomt ook, hè, het eerste wat je gaat doen is handen wassen. Een kraan die je niet op aan te raken. Ik hou ervan. Dan ben je 1 meter in de keuken en denk je, dit kan wel iets leuks worden. Kijk, hier vindt al de berei een lekker plaats. Maria was de vrouw van de ondernemer, dus ze runnen deze tent samen. Je maakt altijd lekker verse producten hier. Altijd lekkere verse producten. Chic hoor. Dan kijk je natuurlijk hoe de mensen aan het werk zijn. Handschoentjes aan zie ik, maar ook een mooi kokspakje aan, goed schoeisel. Leuk. Dank u wel. Ja. En dan beginnen we eigenlijk in de koeling. Dan moet je eigenlijk eerst door een gordijn naar binnen. Dat is weer goed voor de koubalans in de koelkast. Nou, het ziet er allemaal mooi uit. Het is allemaal goede structuur. Hè? Dus de groente bij de groente. De vlees bij de vlees. Want ik zie ook jullie die vacuumeren. Ja. Doe je het zelf? Alles, ja. Kijk, en gecodeerd. Super. Mooi. De vriezer? Dat is de vriezer, ja. Er zit dus over nagedacht. Als je de koeling inloopt en je hebt in de koeling een deur naar de vriezer. Ja, alle kou die bij de vriezer verloren gaat, die vangt de koeling op. Ja, daar ook weer alles gestructureerd, hè. Ik zeg altijd, in de vriezer moet de vloer lekker vrij blijven. Dan kan de kou goed circuleren. Top. De oven en het koude gedeelte eigenlijk een beetje. Nou, we hadden een hele grote saladière. Nou, dat was alles netjes afgedekt en gecodeerd. Natuurlijk koelbladen zonder. Eigenlijk hetzelfde verhaal, allemaal verse producten. Hey, maar leuk, het ziet er allemaal lekker vers uit. Ik denk, joh, heerlijk dat zulke mensen erop staan. En jullie koken op inductie, zie ik. Het is lekker makkelijk schoon te maken, hè? Het is lekker glad. Ik ben helemaal mee eens, ja. Geen naden en zo. Top. De Griekse kant is het belangrijkste eigenlijk in een Griekse restaurant. Is de keurig uit de RWS achterwand voor het spetteren van de grill. Ook de roosjes, hè? De kap zien er netjes uit. Keurig. Kijk, we hebben overal zeepdispensers hangen en papier. En een mooie vloer ook, hè, de keuken. Een goede antislip. Antislip, ja, klopt. Dat is gewoon top. Aparte afwaskeuken, hè, gescheiden met een muur ertussen. Dus het vuile wordt heel goed gescheiden door middel van deze muur. En met het verse en het schone. En er was ongelooflijk goed over nagedacht. Ja, als je dan kijkt hoe de staat van deze keuken is, ja, dan wil je als consument die heel graag gaan eten. Nou, chef, top jongen. Je mag trots zijn op de. Dat weet ik ook. Je mag blij zijn niet alleen als vrouw, maar ook als chef in. Want als echt iemand gedisciplineerd werkt, dan zei het wel. We gaan de keuze van Geus gaan opplakken. Top. Waar wil je hem hebben? Waar die hoort, vooraan, bij de menukaart. Komt u maar. Het liefst had ik al die 3 keurmerken opgeplakt. Ik heb er 1 opgeplakt. Het houdt een beetje bescheiden, maar deze mensen zijn wel goed bezig. De keuze voor Rob Geus hebben ze dik en dik verdiend. Hopla, gefeliciteerd. Hey, dankjewel. Ze zijn super trots, zeker.
Zeker. Maar dat had ik wel verwacht hoor, want het is bij ons altijd top. Zeker, altijd top. Zoals het hoort.